iedereen kan haken. We gaan vandaag de alpine stitch maken. En de alpine stitch is heel mooi. Echt, het zijn eigenlijk alleen maar reliefstokjes. Het is heel makkelijk om te maken. Het is een kussen, wat het nu wordt. Over het kussen heen heb ik het gelegd. Eén kant maak je het aan de zwarte kant dicht. En de andere kant aan de zeegroene kant. Ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog, abonneren. Heb je vragen? Zet die onder mijn foto en dan gaan we beginnen. Tot zo! Je hebt nodig om dit leuke kussen te maken, heb je nodig een schaartje, een stopnaald, een centimeter en een bolletje zeegroen. Ik heb de Royal gebruikt en ik heb een bolletje Saskia gebruikt, maar dat heb je niet zo heel veel nodig. Zoals je ziet, iedere keer twee banen wit, twee banen wit, twee banen wit en een bolletje zwart. En die had ik ook nog liggen. Dus je hebt maar drie bolletjes nodig of drie verschillende kleurtjes. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Het is echt een hele mooie steek om te maken. En ik laat je eerst even zien hoe makkelijk het haakt. En dan zal ik straks gewoon van begin af aan uitleggen hoe dat je begint hiermee. Het is alleen maar voorste reliëfstokjes en een gewoon stokje. En dat doe je elke keer om en om. En om en om betekent ook dat je dus het verschil gaat zien in die reliëfstokjes. Zie je hoe mooi? En dan gaan we nu van het begin af aan de alpine stitch maken. En ik hoop dat je er veel plezier aan hebt. Tot zo! En natuurlijk heb je ook nog een haaknaald nodig en ik heb haaknaald nummer 5 gebruikt. Dus ja, ik was even de haaknaald, het haaknaaldnummer vergeten, maar goed, haaknaald nummer 5. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Voordat ik het ga meten, zal ik eerst even nog de kleurwissel laten zien. Ik ben nu aan de achterzijde. En de achterzijde is alleen maar vaste. En ik laat straks, ja, ik doe nu even snel naar het einde toe haken. Ik leg straks heel rustig nog de hele alpine stitch steek uit. Kijk, dit achterzijde heb je hier nog een stokje van de vorige kant en dan steek je daar nog in. En dan heb je hier het begin drie lossen en daar steek ik ook in. En normaal haal je je draad op om je vaste op te halen, maar nu omdat ik ga van kleur gaan wisselen, dus ik ga nu met wit weer haken, steek ik in, ik haal mijn draad op en ik maak mijn vaste en dan ga ik drie lossen maken. Even achterkantje dat je goed kan zien. 1, 2, 3 en dan ga ik dus weer met wit de alpine stitch maken. En dan laat je de zwarte draad hier weer en dan doe je weer een toer alpine stitch. Dus dan kijk je even waar je laatste stokje is geweest. Dus dit is het relief stokje en er komt nu dus een gewoon stokje op. En dit is ook een stokje, maar daar komt nu een relief stokje op. Ik wilde eventjes de kleurwissel laten zien dat je weet hoe dat je dus van kleur kunt veranderen. En dan ga je weer verder met je alpine stitch. Dus weer een gewoon stokje en een relief stokje. Zie je? En dan ga ik dadelijk even meten hoe hoog dit is. Tot zo!
En dan ga ik nu even meten hoe lang ik die, hoe breed die baan is tussen zwart, wit, zwart, wit, zwart, wit, zwart. Ongeveer 10 centimeter. En dat is 4 inch. Dus dan heb ik ongeveer vanaf het patroon 13 centimeter en in totaal 15 centimeter, dus 15 en 10 heb ik nu 25 centimeter, is 10 inch gehaakt. En 25 centimeter is nog net iets te kort voor het kussen en ik heb besloten om in het zwart verder te gaan en dan haak ik door tot 40 centimeter, is 16 inch, dus 16 inch en 40 centimeter heb ik nodig voor het kussen en dan haak ik helemaal door met zwart en dan ga ik dadelijk helemaal rustig de steek uitleggen zodat jullie dit kussen ook kunnen maken en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Ik heb nu al heel ver doorgehaakt in het zwart. Kijk, ik ben nog niet helemaal hier tot de 0, tot 40 centimeter. Het zwarte gedeelte hoort ook 15 centimeter te zijn, is 6 inch. Dus de zwarte baan is 6 inch en 15 centimeter en de zeegroene baan is 6 inch en 15 centimeter. Kijk, ik heb er hier nog een randje aan gehaakt, maar dat laat ik allemaal in het begin zien. Dus het randje is, even kijken, goed meten, 1,5 centimeter. Dat zijn 3 banen vaste, 1,5. Dus we moeten eigenlijk stoppen met zwart als we bij ongeveer 13,5 centimeter zijn. Ja, bij 13,5 centimeter is 5,5 inch. Dus het zwart haken we door tot 5,5 inch. Voordat ik het uit ga leggen, heb ik even wel ontdekt hoe je heel goed deze steek kan controleren. Momentje. Kijk, controleren of je het goed hebt gedaan, dat zie je met die zwarte en die witte, kan je het heel goed zien. Maar even nadenken, waar heb ik een foutje gezien? En ik zag het doordat het een beetje ging bollen en je kan het dus, oh hier is het foutje. Kijk, ik pak mijn haaknaald en ik pak even de reliëfstokjes, zo ga ik achterlangs en zo kan je het even controleren, zie je? Dan zie je eigenlijk gewoon dat het mooi om en om loopt, dus reliëfstokje, gewoon stokje, reliëfstokje, gewoon stokje, reliëfstokje. Maar ik zag dat mijn stof ging krommen en toen dacht ik, hey, ik ben ergens iets fout gegaan en omdat het zwart is dacht ik, oh, dat vind ik niet meer terug. Maar toen ben ik dus die methode met die haaknaald erin gaan zetten en dan zie je dat het hier goed is. En ergens zat het foutje. Oh ja, toch hier. Kijk, je moet aan de onderkant kijken. Zie je dat je hier dus niet het stokje ertussen gedaan hebt? Dus hier, dit stokje, heb je op het foute stokje een reliëfstokje gezet. Heb je op het gewone stokje? Of op het relief stokje een stokje gezet in plaats van op het gewone stokje. Maar goed, als je de steek een beetje kent, kijk, zie je dat hij hier ging kromlopen. Denk, hey, iets is er niet goed. En zo kan je het echt heel goed zien. Dus steek af en toe eventjes je haaknaald erdoor, zeker met donkere wol. En dan weet je in ieder geval of je weer moet uithalen of niet. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen met de Royal en we maken een opzetlus
En de steek is tilbaar door 2, dus als je iedere keer 2 steken pakt. Voor het kussen heb ik opgezet 120 steken. Dus je begint gewoon losse te maken en je maakt 120 losse steken plus 1. Ik maak natuurlijk eventjes minder. Ik zal er even kijken, wat zal ik doen? Ik zal er 20, ja, 30 zet ik erop. Dus ik zet er 30 op plus 1 en dan kunnen we lekker gaan haken. Tot zo. Als je 120 steken opgezet hebt, zet je nog 1 losse extra. Dat is je beginsteek en dan is dit je eerste, dit is je eerste steek. Dus je steekt in en je gaat eerst allemaal vaste maken. Je steekt in en je haalt je draad op en je gaat allemaal vaste maken. Dat is echt voor de eerste rijen. De eerste 3 rijen. De eerste 3 rijen zijn allemaal vaste. En ik zie op het eind, zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu aangekomen op het einde van de vaste. Ook de laatste steek moet je pakken. En dan gaan we met 1 steek omhoog. En dan keren we het werk. Ik zit te denken, ja, ik heb de laatste steek gepakt. Dus 1 steek omhoog, we keren het werk. En dan kijk je, deze losse die telt mee als steek. En dit wordt dus je eerste steek. Dus daar gaan we weer in. Maar ik pak even de achterste lus. Ik vind het wel leuk als mijn rand, en mijn randje wordt 1,5 centimeter, als daar een, ja, een soort sierrandje in zit, en dat krijg je doordat je deze steek, zeg maar, in de achterste steek insteekt. Dus je steekt in de achterste steek, maak je de tweede toer vaste. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de toer met de vaste in de achterste lus en we gaan met 1 losse gaan we omhoog en we keren het werk. En omdat ik een sierrandje wil hebben, ga ik nu in de voorste lus insteken en dit telt dus mee als stokje of als vaste. En dit wordt dus je eerste steek. En nu gaan we alleen in de voorste lus insteken. En dan krijg je een mooi randje voor je alpine stitch, zodat je eigenlijk een mooie, ja, afgewerkt randje krijgt. En dan zie ik je op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu aan het einde van de toer met vaste. In de voorste lus, dus goed de laatste steek mee pakken. En dan gaan we nu 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan keren we het werk. En dan gaan we nu aan de alpine stitch beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En dan gaan we nu aan de alpine stitch beginnen en de eerste steek hier steken we in en dan maken we eigenlijk alleen nog maar stokjes. Dus de eerste rij is stokjes en je pakt gewoon de 2 lussen. Zie je dat deze meetelt als stokje en dat dit het eerste stokje is? En we gaan gewoon op die vaste van net allemaal stokjes zetten. Dus de hele toer maken we stokjes.
Als de video straks misschien te snel gaat, of nu al, dan zet je gewoon de afspeelsnelheid iets langzamer, ondertiteling aan, en het is altijd handig. Dus de eerste toer is stokjes en ik zie je zo weer terug. Tot zo! En we zijn nu bijna op het einde van de toer met de stokjes. Nog twee stokjes, dus hier nog in de steek een stokje en deze drie losse, daar zetten we tussen het laatste stokje en die opening, daar zetten we het laatste stokje in. Zie je dat je dan elke steek een stokje hebt gedaan? En nu gaan we weer met één losse omhoog en dat is heel raar, want één losse, want dan denk je, nou, we keren het werk. We zullen nu al met de alpine stitch beginnen en dat is ook zo, want we gaan nu, dit is de achterzijde van het werk en we gaan nu allemaal vaste zetten. Dus in elke steek een vaste, niet hierin, maar in deze steek, hier gaan we een vaste zetten, want die eerste losse die telt mee als vaste. In elke steek een vaste. En dit hoort echt bij de alpine steek. Alpine stitch, want dit is de achterzijde en de achterzijde van de alpine stitch is altijd een toer vaste. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En nu zijn we op het einde van de vaste toer, dus de achterkant van de alpine steek. En ik steek nog één steek hier tussen die drie losse en het laatste stokje in, want dat is één steek. Dus dit is je laatste steek, die mag je niet vergeten, want het is echt belangrijk. En dan gaan we omhoog met drie losse, 1, 2, 3 en we keren het werk. We gaan nu aan de alpine stitch beginnen en we beginnen onder deze, onder dit stokje, even mijn haaknaald eruit halen, dit stokje, hier maken we een relief stokje en op deze rij die vaste, daar maken we stokjes, maar dan slaan we één stokje over, dus hier of één vaste slaan we over, dus we beginnen hier met een relief stokje. Kijk of ik hem iets dichterbij kan laten zien. We beginnen hier met een relief stokje en dan slaan we deze over. Deze steek slaan we over en dan gaan we hier een stokje op maken. Het is echt niet moeilijk. Je moet het even doorhebben. Dus je slaat om. Je gaat het voorste relief stokje maken. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dit gaat beter. Ik heb het licht even uitgezet. Het was te licht. Zo. Dan heb je dus je toer begonnen met 3 lossen en je gaat op het eerste stokje van die vorige toer een relief stokje maken en dan sla je 1 steek over en dan ga je een stokje op maken, dus op de volgende, op die vaste, daar zet je een stokje op. Laat nog even zien, hier heb je dus het relief stokje opgemaakt en op de volgende steek dan sla je 1 steek over en op die volgende steek daar maak je een stokje op en dat stokje maak je wel op die vaste die je net gemaakt hebt en dan ziet het er zo uit en dan gaan we deze, dit stokje overslaan en dan gaan we op dit stokje een relief stokje maken.
Dan weer de draad omslaan. We slaan één steek over en we gaan op die vaste gaan we een stokje maken. Dan gaan we één stokje overslaan hier en we gaan op dit stokje een relief stokje maken. Dus je gaat achter het stokje langs, je haalt je draad op en je maakt je stokje af. Dan sla je deze steek weer over. Je gaat in de volgende steek en dan ga je een stokje opmaken. En om straks leg ik je uit dat je een beetje aan de draad moet trekken. Dat kan ik nu wel uitleggen. Je slaat je draad om, je slaat dit stokje over en je gaat achter het stokje langs. Je haalt je draad op en dan haal je je draad een beetje hoger, zodat je eigenlijk een beetje die hoogte van je stokje krijgt. En je maakt je stokje. Zie je, dan komt dit er mooier op te liggen. En dit is eigenlijk iets te strak, maar het was eigenlijk voor het uitleggen, dus ik ga even opnieuw beginnen. Ik ga even uithalen. Ik heb hier die drie lossen. Ik ga een relief stokje hierop maken. Ik haal mijn draad op en ik maak die lus een beetje hoger. En ik maak mijn stokje af. Dan ga ik een stokje maken. Deze sla ik over op de vaste. Dit is een gewoon stokje. En dan ga ik deze overslaan en maak ik een relief stokje. En ik zorg dat mijn lus een beetje langer is. En ik maak mijn stokje af. Ik sla weer één steek over. Ik pak de volgende. En ik maak een stokje. Slaat één stokje over en je gaat weer een relief stokje maken. Je zorgt dat je een beetje een lusje krijgt, dat je hoger in je draad zit en je maakt je stokje af. En deze sla je over, de volgende vaste maak je een stokje op en je slaat deze over en weer een relief stokje en je trekt een beetje aan je lus. Zie je dat je zo het mooie resultaat krijgt? En zo maak je heel de toer af. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de toer. Ik moet hier nog deze overslaan. En een relief stokje maken. Een beetje aan je draad trekken. En je maakt je stokje af. Op de volgende, deze sla je over, op die vaste zet je één stokje. En dan zou je eigenlijk een relief stokje moeten maken, maar ik maak het gewoon stokje nu als laatste tussen het stokje en de drie lossen in. Dus daar ga ik een gewoon stokje maken om de toer te eindigen. En dan ziet het er zo uit. Dan gaan we nu één losse doen en we keren het werk. En dan gaan we alleen maar vaste maken en we slaan deze over. We pakken deze steek, want die ene losse telt mee als steek. Dus we gaan vaste maken. Iedere keer teruggaande toer is alleen maar vaste en dat is makkelijk, want dat is echt eventjes, ja, het gaat ook makkelijk. De steek ligt ook heel makkelijk ervoor, zodat je heel makkelijk die vaste rij kan maken. En dan zie ik je op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Dan zijn we nu op het einde van de vaste rij.
steekt in elke steek een vaste en je steekt tussen die laatste in je laatste steek. Dus dit is mijn laatste steek en dan ga je weer met 3 losse omhoog en je keert het werk. En nu gaan we de volgende toer maken en we hebben hier dus die rij vaste. Ik zit heel even te kijken of er geen foutjes in zitten, want als je een foutje maakt dan, ja, dan moet je het uithalen, hè? Maar ik zie geen gekke dingen, dus dit is het resultaat. En dan zie je hier dus het reliëfstokje en hier de vaste. En nu gaan we dus de reliëfstokjes op die achterliggende maken we weer een voorste reliëfstokje van, dus gewoon dit lijkt een gewoon stokje. Hier maken we een reliëfstokje van, dus we gaan in die vaste, hier gaan we een vaste steek maken. Dus deze niet, maar in deze. En dan gaan we een reliëfstokje aan de voorkant maken. Dus niet in deze, maar van deze. Dus dan verspringt het iedere keer. Zie je dat je begintoeren zo uit komt te zien met die 3 losse, een stokje op die vaste en een reliëfstokje op dit stokje. Dan gaan we nu weer een stokje maken, niet op deze, maar die slaan we dus over, maar op de volgende vaste. Een stokje, dan gaan we een reliëfstokje maken, niet op deze, maar op die een beetje erachter ligt. Daar gaan we en je trekt een beetje je draad omhoog. Dat mag je niet vergeten, dan komt hij mooi op te liggen. Dan weer niet hier op deze, maar op deze een stokje. Dan gaan we weer een reliëfstokje maken, niet op deze, maar die ligt er een beetje achter. Het is eigenlijk heel makkelijk. Het is een hele fijne steek. Je trekt een beetje aan je draad. Niet op deze, maar op de volgende vaste. Een stokje. En dan gaan we op dit stokje, niet op de op het reliëfstokje die vorige, maar die volgende, het gewone stokje, daar ga je nu een reliëfstokje van maken en trek een beetje aan je draad, dus deze niet, dit is een stokje en een reliëfstokje en een beetje aan je draad trekken, zodat je een beetje die draad een beetje erop komt liggen. Niet op deze, maar op de volgende. Een stokje. En niet op deze, maar op deze maak je een reliëfstokje. Je slaat een vaste over. Maar als je bezig bent met deze steek, dan kan je gewoon bij de tv kan je deze haken en het effect is heel leuk, niet op die maar op die. Het effect is echt heel leuk als je met verschillende kleurtjes gaat werken, zoals ik hier eigenlijk gedaan heb. Dus je slaat deze over en je maakt weer een relief stokje. En ik zie op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer. We zetten nog een stokje. We maken een reliëfstokje nog. En je trekt een beetje aan je lus. En dit laatste, hier zet ik gewoon in die opening een stokje. En kijk goed of je goed de steken hebt gemaakt, zodat ik, zoals ik het toen straks heb uitgelegd, hè, met even je haaknaald erin steken
En dan beginnen we nu weer aan de toer met vaste, met 1 losse. Keert het werk. Je zet in deze steek, hier ga je insteken en je zet een vaste. De hele toer, iedere achterste toer of de teruggaande toer, die gaat met vaste. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Dan gaan we nog een toer maken. Tot zo. Dan zijn we op het einde van de toer met vaste. We steken nog 1 laatste steek. En we maken 3 lossen. En we keren het werk. En dan kom je weer bij de toer voor de alpine stitch. En wat gaan we doen? Omslaan en we gaan een relief stokje om het eerste stokje maken. We gaan 1-2 steken, die ene slaan we over, in die tweede steek van die vaste gaan we een stokje maken. We gaan weer een relief stokje maken, omslaan en we slaan deze over en we pakken dit stokje en we maken weer een stokje, maar we trekken de lus iets hoger zo zodat hij mooi aansluit. Omslaan door 2, omslaan door 2 en weer een gewoon stokje, deze sla je over, hier ga je in, deze sla je over, hier weer een relief stokje over het stokje heen. Beetje aan de lus trekken zo en dan eigenlijk leg je je haaknaald dan op het rijtje van de stokjes zodat je ziet ook hoe hoog dat die lus moet zijn en dan ga je weer een stokje maken, hè? Dan weer een gewoon stokje, deze sla je over en hier ga je in, dan weer een relief stokje, dan ga je niet in deze maar in die het meest naar achteren ligt. Trek een beetje aan je lus. En je maakt je stokje af. Deze sla je over, hier ga je weer in. En je maakt een stokje. Deze sla je over en hier ga je weer een relief stokje opmaken. En weer een beetje aan je lus trekken. Deze sla je over, hier ga je in. Deze niet, maar het stokje daarnaast van die vorige toer, die pak je op. Een beetje aan je lus trekken, zodat je mooi die hoogte krijgt. En het volgende stokje, deze sla je over, hier ga je weer in de vaste steek en het relief stokje pak je niet deze die erop ligt maar de volgende, dus eigenlijk sla je iedere keer een steek over maar ook weer niet, want ja, je maakt gewoon stokjes, je maakt relief stokjes. Ik ga nu gewoon eventjes verder, zie je, dus dit relief stokje heb je gemaakt, dan is het gewoon de volgende steek. Je moet even door hebben hoe het werkt. Het is nu weer de volgende steek, maar dan het stokje, het relief stokje en een gewoon stokje, een relief stokje en een gewoon stokje. En ik heb hier nu eventjes een knoopje. Dus een relief stokje,
en een gewoon stokje. Als je eenmaal bezig bent, sla je eigenlijk geen steken meer over. En je kan het gewoon doorhaken. Zet de afspeelsnelheid nu maar wat langzamer als je wil, dan zie je gewoon eventjes het patroon erin. Het haakt ook wel heerlijk weg, het geeft ook een heel mooi resultaat. Het is echt een hele leuke steek voor dekentjes, dassen, mutsen, tassen. Ja, dit wordt dan een kussen, noem maar op hoor. En nu ben ik hier op het laatst, kijk, en hier zie je dat, even kijken waar ik op zit, kijk, dit is nog een stokje en ik ga in het laatste in deze opening, daar ga ik een gewoon stokje maken. En dan ga ik met 1 omhoog. En zo zorg je wel dat je goed die zijkant, dat die goed recht blijft. En dat je daar eigenlijk ja, geen problemen mee hebt. En je kijkt hem ook goed iedere keer na hoe dat je haakt en of het allemaal klopt. En je haaknaald er eventjes onder zetten zo. Zie je? Dan zie je ook gewoon, hey, ik ben goed bezig. Ik zou zeggen, heel veel haakplezier. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Graag abonneren, hieronder op mijn foto klikken, duimpjes omhoog en tot de volgende video. Tot ziens!